Dag allemaal, bon dia. Wat fijn dat ik even bij u langs mag komen. Want ik wil zo graag dat u helpt om kinderen die nu in armoede opgroeien, in heel Nederland, dus ook op de drie eilanden, Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, te helpen. En kinderen kunnen we helpen door gewoon spullen voor ze te kopen en ervoor te zorgen dat ze de zaken krijgen die ze nodig hebben om op te groeien. En in sommige gezinnen is het zwaar weer. Is er gewoon heel weinig geld. En dan is het heel fijn dat we extra geld hebben nu, 1 miljoen per jaar, voor de drie eilanden, om de kinderen te kunnen helpen met zaken als spullen voor school, het schoolreisje, maar natuurlijk ook kleding en misschien een ontbijt op school, een muziekinstrument of sport. Verzin het maar. Ieder kind doet er toe. En nu het beter gaat met de economie in ons hele land, geldt het natuurlijk ook voor alle kinderen. En alle kinderen moeten dat kunnen merken. Ook de kinderen op de drie eilanden. En wat ik nou zo graag wil is dat u bij ons een aanvraag doet om dat miljoen goed te kunnen verdelen voor de kinderen. En dan denk ik natuurlijk vooral aan de stichtingen die nu al veel doen voor kinderen die het moeilijk hebben. En ik denk aan het onderwijs en aan de kinderopvang. Want die weten als geen ander hoe de situatie in het gezin erbij staat. Dus mag ik u vragen om zo snel mogelijk uw aanvraag in te dienen. Zodat we ook zo snel mogelijk de spullen voor de kinderen kunnen aanschaffen en bij de kinderen kunnen laten landen. Want nogmaals, ieder kind doet het toe. En eigenlijk moet het niet uitmaken hoe dik de portemonnee van je vader en moeder is, of je wel of niet mee kunt doen. Kortom, laten we samen ervoor zorgen dat alle kinderen in heel Nederland gewoon een beter perspectief krijgen. Dank u wel en hopelijk tot ziens, want ik heb ook met eigen ogen gezien hoe goed werk er al verricht wordt op de drie eilanden. En wie weet, misschien kom ik nog wel eens langzeilen om dat nog eens een keer met eigen ogen inzichtelijk te krijgen, ook met de nieuwe middelen. Dank u wel en tot ergens dus. Dag!